Ja, als ik Walibi ben, dan wil ik zeker weten deze achtbaan doen. Welkom, dames en heren, bij alweer een nieuwe aflevering van No Limits 2. In deze aflevering gaan we achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad en mijn stem is nog steeds een klein beetje verkouden. Dus mocht je denken, Vincent, waarom klinkt jouw stem als een behaarde aap na zomernacht die in de woestijn tomaten aan de pluk is aan een aardbeienboom, dan is dat in ieder geval de reden dat ik nog steeds verkouden ben. Maar, ook al ben ik verkouden, maakt niet uit, je hoeft geen wetenschap te zeggen, want verkoudheid is minder erg dan bijvoorbeeld keiziek zijn en een week lang in bed liggen. Ik kan nog steeds gewoon lekker opnemen en achtbanen bestrijden en dat is ook wel belangrijk. We gaan door met een mailtje van Thijs en hij zegt, hallo Vincent, hoi Thijs, hoi Thijs, hallo. Ik heb daar weer een nieuwe achtbaan gemaakt. De naam is Trutiel en het is een hangende kinderachtbaan. Groetjes van Thijs. Ik heb daar weer een achtbaan gemaakt en dit is een hangende achtbaan, de Trutiel. De Trutiel. Nou ja, er zit wel een beetje een lelijk woordje in natuurlijk, Trutiel. Maar we gaan niks over de naam zeggen, we gaan gewoon lekker even genieten van deze kinderachtbaan. En een kinderachtbaan hoeft natuurlijk niet altijd heel hoog te gaan en dat zien we ook bij deze. Hij gaat misschien een meter of 16, 17 misschien, ik gok maar even wat. Misschien is dat zelfs toch te hoog, maar het ziet er wel uit dat we zitten nog best wel hoog boven de grond. Een hangende achtbaan, leuk. Ik heb eigenlijk nooit echt een kinderhangende achtbaan gezien in mijn leven in het echt. Ja, misschien dat gewoon ook niet bestaat in Nederland. Sowieso in Nederland weet ik even geen hangende achtbaan die eigenlijk een beetje voor kinderen bedoeld is. En als je natuurlijk zegt dat de Walibi El Condor een kinderachtbaan is, dan weet ik niet waar jouw grens ligt met kinderachtbanen en ruige banen. Dan zullen de ruige banen wel ergens in Amerika staan. Maar dit ziet er leuk uit. Hij hoeft helemaal niet snel te gaan. We gaan leuke bochtjes zo. Het lijkt een beetje op een monorail. En het is allemaal een beetje simpel. Maar de omgeving ziet er vet uit. Echt gaaf. Leuk die beplanting. Lekker veel boompjes gevarieerd. En zo ben ik het ook gewend van Thijs. Ja, bedankt voor je inzending. Dit was de Trutiel, de allereerste achtbaan van deze aflevering. En we gaan door met het volgende project. Oh, zo, hoppakee, we komen lekker snel aan bij het station. Twee rondjes! Twee rondjes. Ja, dat mag wel voor dat geld, toch? Ik heb €6,23 betaald voor de rit. Hè, dat mag wel, dan mogen wij best wel twee rondjes, vind ik. Eigenlijk drie, maar met twee dan keur ik het ook goed. Hey Vincent, hoi Dave. Ik heb hier weer een nieuwe coaster. En hij heeft erg veel kleurtjes. En elke kleur staat voor een bepaalde snelheid. De donkerblauw die staat bijvoorbeeld voor sloom. En de lichtblauw die staat voor wat sneller. Geel die staat voor nog wat sneller. En oranje voor heel wat sneller dan geel. En dan heb je nog rood en dat is dan het snelste. Veel plezier met deze kleurrijke coaster. Oh, en het heeft geen teaming. Want ik kon niet echt een goede teaming bedenken bij een color coaster. Groetjes Dave. Teaming schrijf je trouwens met T-H-E-M-I-N-G. Dacht ik. Ja, maar dit is teaming, dat is van een team. Ja, dat op zich wel leuk, maar ik dacht, ik ga gewoon even helpen met de naam. Hoe je teaming schrijft. Ik merk dat Dave dat vaker op die manier schrijft. Daarom corrigeer ik nu even gewoon als een grammar-nazi. Corrigeer ik hem even. Donkerblauw was dus eigenlijk heel sloom. Dat zal op het einde komen bij de remmen, denk ik. Lichtblauw is dan wat sneller, 15 kilometer. Geel is wat sneller, oranje is nog sneller. En rood is dan eigenlijk de maximale snelheid. Dus ik ben benieuwd hoe hij dit heeft gedaan. Oh, dat ziet er wel vet uit dit. Moet je kijken. Wauw. Hij heeft het helemaal zo gekleurd dat hij denkt van, nou, dit is ongeveer die categorie van die snelheid. Nu blijft hij weer blauw. Dan wordt hij lichtblauwer. Dan zal hij eigenlijk wat sneller moeten gaan nu. Klopt dat ook? Ja. Nu gaan we zelfs naar geel. Dan worden we afgeremd naar blauw. Gaan we weer terug naar de donkerblauw. Dit vind ik echt super origineel. Ik vind het echt leuk gedaan. Wauw. Dave, leuk origineel idee. En ook nog een vloeiende mooie coaster. Dus sowieso, originaliteit is heel belangrijk en scoort bij mij al veel meer punten dan een mooie geteamde coaster. Ja, hoppakee. En dadelijk krijgen we dat rood en dat is bij het tweede gedeelte. En dan denk ik dat er nog een lancering in komt of we krijgen nog een optakeling. Dat is nog even afwachten wat gaat gebeuren. Want deze hoogte kunnen we natuurlijk nooit meer halen vanaf deze laagte. Even kijken, wat krijgen we? Een lancering, daar komt hij. En hoppakee, 110 kilometer. Heel vet gedaan met die kleuren, echt super vet. Ik blijf het misschien herhalen, maar ik vind het echt heel boeiend wat hij heeft gemaakt. En hier krijgen we weer wat rode, gaan we weer sneller. Het klopt ook allemaal, hè? Ongelooflijk. Ik denk dat ongeveer het rode gedeelte is tussen de 80 en de 100 kilometer. Of nou ja, de 80 en de 110 kilometer, want we gingen al bijna 103, 104 kilometer. Hoppakee. Heerlijk dit.
Ja, ik vind het verrukkelijk. Alsjeblieft, Dave, dit is een origineel concept. Ga nog een keer zo'n vette coaster maken met die kleuren, want het is echt een beetje jouw ideetje. Ik vind het echt... Kijk, misschien gaan er wel meer mensen dit soort dingen maken nu, maar ik vind het wel echt een Dave-projectje. Ik vind het echt een Dave-dingetje. Ja, een DD, een Dave-dingetje. Met de kleuren. En dan gaan we hier met een bocht naar het einde toe, want ik denk dat er nu de remmen komen. En de remmen, dan zie je al aan de kleuren dat het inderdaad afgeremd wordt van wat groenig naar lichtblauw en dan naar de donkerblauw. Dit was de Colorful Coaster. Ja, van Dave. Bedankt voor je inzending, Dave. We gaan door met het volgende project. Hey Vincent, hoi Wout. Leuk dat je mijn achtbaan bestrijdt. Hopelijk vind je hem leuk. Groetjes van Wout. PS, ik heb ook een YouTube kanaal met pretpark video's. En het zou leuk zijn als je het wil noemen in jouw video. Mijn naam is Driedus. Nou, bij deze alsjeblieft Driedus. We gaan door met jouw achtbaan. Die heet de Psyche Underground. En dat is voor mij de achtbaan die in Walibi staat. Dat weet ik niet zeker. Wordt eigenlijk gelijk gelanceerd. Hoppakee, 86 kilometer. De rest van de omgeving is helemaal donker. Je hebt eigenlijk de lucht gewoon aangekleed met een zwarte laag in plaats van de wolken. Gaan we weer over de kop. De Psyche Underground is natuurlijk helemaal binnenin gebouwd. Maar jij hebt het gewoon helemaal donker gemaakt, zodat het een soort van lijkt alsof het helemaal binnenin is. Ja, als ik Walibi ben, dan wil ik zeker weten deze achtbaan doen. Lijkt me echt een kikkerbaan. Lijkt me echt tof. Bedankt voor je inzending. We gaan door met het volgende project. En deze komt ook weer van Wout. Dit is de Thunder 1995. Het verhaal is dat je in het bos bent verdwaald en dat je plots licht zag. Je stapt binnen, neemt plaats in de trein en beleeft de rit van je leven met de Thunder 1995. Dat is een heel verschrikkelijk boeiend verhaal. Dus ik ben benieuwd, groetjes Wout. Ik ben benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt in deze coaster. Ziet er wel ook een beetje spannend uit. Het regent en het sneeuwt tegelijk. Oh, er ligt ook een sneeuwlaagje. Heel gaaf. Wow, dit is heel bijzonder en zo anders dan zijn vorige project. Dus ik heb dan het gevoel, is dat dan de allereerste achtbaan die je hebt gemaakt? Of heb je juist weer meer aandacht besteed aan dit project? Ik vind dat heel interessant en ik vind dat leuk om dan te weten te komen of die dan dit heeft, of die iemand meer aandacht aan besteed heeft, zo te zien wel. Dus ik ben mij benieuwd wat er gaat gebeuren. We gaan in ieder geval 15 kilometer omhoog. We gaan niet heel strak en stijl omhoog. Maar volgens mij zitten we wel heel erg hoog nu. Ik weet ook niet hoeveel meter, dat zie je dus helemaal niet. Dat is jammer. Wel, die Thunder is heel gaaf, want af en toe als het dan licht wordt, dan kan je gedeeltes zien van de baan. En dat maakt het wel heel vet. En bovenaan gekomen gaan we hopelijk met een mooie snelle snelheid naar beneden. Nou ja, het is heel maf de layout, want het is helemaal op een soort berg gebouwd. We gaan hier als een soort monorail gaan we een soort van, ja, een ritje maken nu. Met een grote bocht, hier wordt hij wat scherper. Richting de grote drop, denk ik, lijkt mij. Dan komen we weer helemaal terug. En dan gaan we naar beneden. Kijk eens even. Dit wordt echt een hele strakke drop. 100 kilometer gaan we dat halen. Wow, 92 kilometer. Ook een mooie snelheid. Worden we nu een beetje afgeremd. Maar gaan we dit halen? Dit gaan we zeker weten halen. Wees niet bang. Kijk die Thunder inslaan in die bergen. Fantastisch. Hoppakee. En nu hebben we de snelheid erin. En die moet er ook erin gaan houden. Dat hoop ik in ieder geval. Nu verliezen we het wat meer. Maar wel goed getimed qua snelheid. Heel goed. Oh, de sneeuw komt op de baan half. Daar moet je ook rekening mee houden als je natuurlijk een achtbaan bouwt in zo'n sneeuwgebied. Dat je natuurlijk elke ochtend moet sowieso de baan worden nagekeken. Ik weet ook niet of dat 's middags dan gebeurt. Want ja, weet je, weet niet hoe hard het sneeuwt. En ik weet sowieso niet als het sneeuwt of een baan dan mag draaien. Ik denk het wel. Zo, kijk eens jongens. Lekker die airtime heuveltjes. Dat gaat helemaal goed komen. Gaan we dit halen? Oeh. Net hoor, het is allemaal kili-kili. Hier met een bocht gaan we naar beneden. Ook geen water, maar oh ja, ik zie wel een riviertje, maar waarschijnlijk helemaal bevroren. En hier komen we terwijl de vaart erin zit bij de remmen. En we gaan nog steeds door. We zijn nog niet... Oh ja, we zijn bij het einde aangekomen. Ik zie het licht opbranden van het station. Een hele aparte achtbaan. Ja, ik had er iets meer van verwacht. Maar niet slecht. Sowieso niet. Ik had er gewoon iets meer... Ja, ik had er iets meer van verwacht. Hoi Vincent, hallo Joris. Het is al een tijdje geleden dat ik een coaster heb opgestuurd. Ik ben bezig met een serie achtbanen genaamd Project X. Ik stuur je de houten achtbaan op. Ik hoop dat je hem leuk vindt en geef tips als ik iets fout doe. Met vriendelijke groeten, Joris Eikendal. Nou, bedankt voor je Project X. Dat is dus een achtbaanserie die hij gaat maken. En dit is dan zijn allereerste achtbaan genaamd de Wood Rush. Jawel, dat zo heet de achtbaan dus. En het ziet er heel tof uit, nu al. Ik ben erg benieuwd hoe deze houten achtbaan gaat functioneren over deze prachtige layout. En kijk eens even wat een mooie grote bochten
Hij heeft in ieder geval leuk gebruik gemaakt van de omgeving. Ik mis nog wel wat heuveltjes. Misschien dat die wel verstopt zitten onder. Want ik zie die bomen staan wel wat hoger. Dus voor mij heeft hij wel gewerkt met heuveltjes. Dus daar mag ik niet te snel over oordelen. Maar ik had in de verte nog wat meer heuveltjes willen zien misschien. Gaan we hier met een scherpe bochtje naar de eerste harde drop. Wow, zo snel naar beneden. 96 km per uur. Dat is een lekkere snelheid voor de houten achtbaan. En zo te zien gaat die achtbaan ook die vaart gewoon continu inhouden. Want we blijven vooral heel laag. En we gaan nu wel heel snel. Dus ik hoop niet dat er hele strakke bochtjes komen. Maar dat maakt het wel natuurlijk heel vet. Voor mij had ik net een flits van de foto. Nou, en als we het zo volhouden, dan gaat het helemaal goed komen met de achtbaan. Hoppakee, lekkere scherpe bochtjes langs het station. Komen weer onder de achtbaan door. En hier ook onder de optakeling. En hier met slalommen komen we aan bij het einde. Dat was echt een hele toffe rit. En ik mag je nu overklappen dat ik dit wel de beste rit vond van deze aflevering. Ik vond het super gaaf en leuk om al jullie projecten te doen. Laat in de comments weten welke achtbaan jij het best vond. En ik vond deze gewoon echt gewoon top. Echt goed gedaan, Joris. En ik ben benieuwd naar je volgende project X projecten, om het zo even te noemen. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Doei doei!